En wie is morgen jarig? Je bent voor de allerlaatste dag 4. Er zit gewoon een duif in huis. Ik denk, wat hoor ik? Ze is voor het eerst met haar nieuwe skiers. Hola, er is weer een week voorbij. En dat heb ik weer gefilmd, uiteraard. Is dat lachen? Oh, dat vind ik echt vet, schattig. Hij lacht gewoon. Hij lacht gewoon in zijn slaap. Vlijn was jarig en vloog een duif in huis. Nou ja, en de rest ben ik alweer vergeten, want mijn geheugen is echt een zeef. Maar goed, ik ben nu alweer veel te lang aan het praten. Veel plezier weer met kijken en tot de volgende keer. Oh, en volgens mij is het toch gewoon omdat het is mijn eigen kind, dus ik vind het echt mega schattig. Rijkje, wat hou ik van je. Oh, en het is nu trouwens 8:30 s'avonds. Nikke, die is weg met de whiskyclub. En het is echt een rotzooi thuis. Ik heb nog niks opgeruimd. Na het eten heb ik die kinderen naar bed gebracht. En alles staat er nog, dus ik moet nog even terug. Maar ik heb geen fan. Maar ik heb mijn kleren ook nog aan en zo. Maar goed. Tot de volgende keer maar weer. Hij vindt het te lang duren, denk ik, Filijn. Hij heeft lekker de hele middag in zijn blootje in de tuin gelegen. Zullen we even die billen laten lichten? Ja. We zijn een nachtje in Twente bij mijn moeder en Henk. Maar wacht even, ik help je even. Wat is dit dan? En onze planeet zijn mensen. En ieder mens is een persoon. En jij bent ook een persoon met een lichaam. En waar is het hoofd? En waar zijn de hersens? Ja. En de armen. Ik had een keer hersenen gevallen. Ja. Hersens. Toen ging ik... Ja, ik weet het nog. En toen ging ik van de... Ja, van de wastafel afgevallen. En wij waren allemaal op weg naar jou toe. Er was een feestje. En mama had lekker eten gemaakt, toch? Nee, het was een kok. Er was een kok. Ja. En toen lag jij in het ziekenhuis. Met papa. Oh, dat vonden we wel heel erg. Shake it, baby. Of net shaken natuurlijk niet. Lekker heen en weer bewegen. Vind je lekker, hè, liefie? Vanille met je toe? Lekker. Die? Ja. Dank je. Raspberry with basilic. Oh. Ik doe hem in één keer in mijn mond. Kom. Ja? Kijk hoe mooi. Oh. Oh my god. Ergens tussen alle prijzen in het duwen van de straat ligt de zachtheid van een kussen dat vol verwachting op je wacht. Kinderen zijn te bezig. Nick is aan het zwemmen. Wij zijn lekker op het strand. We hebben net geluncht. Rijk is aan het slapen. Echt zo chill. En het is dinsdag! Luister, shampoo. Mama, ik vind het raar wat Fiona altijd kijkt en zo. Kijk. Als Fiona kijkt? Ja, dat is altijd raar wat ze kijkt. Ja. Uitgevallen. Ik heb vanmorgen geschilderd, geverfd. Ik was vergeten de verf eruit te halen. Het zijn echt pikzwart, maar Nick heeft het niet eens gezien.
En wie is morgen jarig? Je bent voor de allerlaatste dag 4. Elijtje. Ik word er altijd een beetje emo van. Als ik daarover nadenk. Ik denk, wow, ze is gewoon al 5 en nog steeds heel klein. Maar toch gaat het ook weer heel snel. Ik kan jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar Hartje Amsterdam. Boeken een suite aan. Een suite is een hele mooie hotelkamer. Een hele grote mooie hotelkamer. Dat is een hele grote. Filijnen, gefeliciteerd met je verjaardag. Je mag ook hierbij mijn spaarpot helemaal hebben. Ik zal voor jou nog een paar snoepjes kopen. En vandaag altijd een ijsje pakken als je dat wil. Lief je grote doel. Nou, dat is lief, Olly. Ja, Olivier. Ik kon het wel eens. Weet je wat het is? Nee hoor, het is geen piñata poppet. Nee, ja, maar ja, er zijn ook heel veel piñata's in dat dier. Maar weet je wat voor dier het is? Nee. Het is alpaca. Oh ja, alpaca. Maar dit is geen... Alpaca en alpaca. Maar dit is geen piñata. Nee, maar je hebt hem heel veel in piñata vormen. Ja. Ben je blij? Ja. Wat staat er op de sokken, Olivier? Bier. Bier. En waarom bier? Oh, papa kon bier halen. Lekkere verschillende biertjes. En dit? Dat is zo, we moeten een beetje versieren dat het mooi is. Oké, dus we hebben een biertje met een versieren. Ik kan wat leuk. Nou. Die kan je aan. Ja, vandaag moet hij die aantrekken. Moet ik die vandaag aantrekken? Ja. En jij dacht dat papa maat 28 tot 41 heeft? Ik ga eens van passen. 38 waarschijnlijk. Yeah. Oh, nee, dat is een 1. Dat is niet een 5. 5. Verjaardag zit erop. Superleuke dag. Maar ik vind ook dat het wel prima dat het voorbij is. Lekker eens even voetbal of de Formule 1, geen idee. Kijken bij een vriend. En ik zit even op de bank met mijn pet. En een zak chips en rijk. En ik ga zo ook opstaan naar bed. Lekker slapen. Dat is echt een superleuke dag. Filijn is echt helemaal die magie wat het nog heeft als je jarig bent. En echt mega blij bent om ouder te worden. Wel leuk om het weer te zien. Wij denken alleen maar elke keer, oh, ben ik al zo oud. Ik al zo oud. En dat had ik trouwens wel toen ik 30 werd. En toen ik 31 werd. Maar daarna is het ook minder. Want dan denk ik, je wordt wel een soort van dankbaarder dat je ouder wordt of zo. Althans, dat heb ik. Dan boeit het me minder. Misschien komt het ook omdat je wat zelfverzekerder bent. Wordt. En minder boeit wat andere mensen vinden. Het is nog... Het lijkt echt helemaal opgeruimd hier. Mijn wenkbrauwen zijn nog steeds pikzwart, zie ik nu trouwens. Maar de vaatwasser staat aan. De rest doe ik morgen wel, want dat is het voordeel van verlof. Ik hoef morgen toch niks te doen. Dus het mannetje en ik gaan lekker vast in bed liggen. En dan is er morgen weer een dag, hè, schat. Moe! Leine gaat tracteren op school. Ik ben een rugzak van Olivier kwijt. Leine heeft haar glitterschoenen weer aan. Kijk wat ik kan. Woehoe! Ik zal de tractatie even laten zien. Tadaa! Kijk, dit zijn mini cupcakes. En die gaat weer Leine tracteren op school. En er is één kind suikervrij. Het is wel echt lullig, maar daar heb ik een pakje rozijntjes voor. Ik wist ook niet wat ik zo snel moest doen. Dit gaan ze naar school brengen. Olivier, doe je schoenen zo even aan en ga je haar even kammen. Ja, ik weet ook niet waar ze zijn. Dan trek je even andere schoenen aan. Je hebt wel 5 paar schoenen. Wij gaan naar school. Ben je klaar voor? Ik ben gisterjarig! Ik ben gisterjarig. Oh my god, zie je dit? Er zit gewoon een duif in huis. Ik denk, wat hoor ik? Oké, Jip, even wegwezen. Die katten zitten hier op de azen. Oh, fuck. Oh, ik vind het echt heel eng.
Oh, hij is weg! Oké, hij is weg. Of eng. Ik vind het zo zielig. Het fladdert die. We zitten er allemaal veer op het plafond. Oh, oké. Okay. Niks aan de hand dus. Ik hoorde wat. Ik dacht, is dit? Maar hij is weg. Hij is weg. Ze is voor het eerst met haar nieuwe skiers. 28 knie, hand, arm, elleboogbeschermers. En ik heb even wc-papier gehaald. Want gisteren op de verjaardag van Filijn, toen hadden we dus geen wc-papier. Gelukkig wel servetten, dus dat was prima. En Nick had op de kalender geschreven van dat ik vandaag vrij moest houden. En nu ga ik zo naar de sauna. Ik schrok me echt een hoedje. Er vielen opeens allemaal van die grote houtblokken over de schutting. Dus om het schoolplein te zien na, dus ik ben gelijk naar het schoolplein gerend. Er stonden echt twee kinderen die net nog een houtblok wilden gooien. Ik was echt best wel boos. Gelukkig waren ze best wel geschrokken, dus dat gaat niet nog een keer gebeuren. Ik dacht echt, ja, als Rijk nu net in die tuin had gelegen, waar hij, ja, nu lag hij toevallig net in de box, en dat houtblok komt op, hè? Nou, vreselijk. Nu liggen wij alvast in het bed van Filijn en ze is er zelf niet. En Olivier ook niet. En ik heb geen zin om terug te gaan. Als ik ga schreeuwen, wordt Rijk wakker. Oh, dat zijn jullie. Rijk is heel ziek en het is heel zielig. Mm.